Er is maar één Annette Schansma. Lief, warm mens die openstaat voor iedereen. En ook voor allerlei initiatieven die het mogelijk maken dat het leuker wordt in de buurt. Ja, het is eigenlijk maafvlodder met een heksmobiel die alles voor elkaar krijgt in de buurt. Ze is niet voor niks de tweede moeder van ons allemaal, hoor. Ik bedoel, als je ook iets hebt, kun je haar schouder altijd uithalen. Een hele grote mond, klein hartje, heel veel mensenkennis. Ik vind dat een geweldige vrouw. Ik kan geen mooie mensen wensen en ik denk ook dat ik zeker de enige die ben. Eén keer in de 3 maanden ongeveer doen we altijd met het wijkteam ook een overleg. Gewoon de gang van zaken. Het is gewoon, meestal doen we een lunch en dan wat speelt er in de gemeente, wat speelt er bij Ken 8, wat is met de wijkagent. En die overleggen zijn ook heel belangrijk, want ook als er signaleringen in de buurt zijn, horen hun dat, gewoon kleine dingetjes, dat ze even op attent kunnen zijn. En in het buurthuis doen we ook alle activiteiten organiseren. We doen van alles. Voor jong en oud proberen we. Want er was vroeger in het verleden heel veel jongerenoverlast. En toen hebben we hier, nou ik denk wel een maand of 3, 4, allemaal bijeenkomsten hier in de buurt gehad. Met ouders, met kinderen, met Ken 8, gemeente, politie, halte, impuls. En ja, dan krijg je iets voor elkaar. Eén keer in een jaar doen we een nieuwsbrief uit. We hebben leden als vereniging. Er zijn ook donateurs. Dan wil je iets opzetten, dan moet je zelf het initiatief nemen om daar naartoe te gaan. Dan gaan we ook altijd van de mensen uit wat ze in de buurt leuk vinden om dat te organiseren. Als ze mij gedragen, dan gaan we in januari een keer karten. Doen ze het niet, nou dan kunnen ze hier zoelen. Wij hebben een omzetbar, die is voor het buurt. Alles is voor het buurt. Dus wij zijn ook niet, wij gaan nooit voor hoop winst uit. He, als de rekeningen maar goed betaald kunnen worden. En we hebben want we zijn ook geen ruikerbuurtvereniging. Als ik projectjes heb hier, of dit of dat kost me geld, schrijf ik van alles aan. Jantje Beton, Oranje Fonds, Zonnige Jeugd, Juliana. Dan probeer ik ook op die manier geld te krijgen. Als we een loterij doen voor iets, een bingo, gaan we ook sponsors, gaan we naar de visboer en naar de snackbar. En alles wat ik voor niks krijg, is meegenomen. Je moet er ook je tanden in bijten soms en doorgaan. Want ik krijg ook wel eens nee, ik probeer het altijd gewoon. Nee heb ik toch al. We hebben buitenom geschilderd, de vrijwilligers hebben dat allemaal gedaan, vrijwillig. Alleen af en toe een lunchje met een patatje. Maar voor de rest, de verf heb ik van het Oranje Fonds gehad. Je moet het met de bewoners allemaal doen, maar dit buurthuis is voor iedereen. En als je goed samenwerkt, dan krijg je ook heel veel dingen voor elkaar. Word ik nu weer ingehuurd door Annette. En daarmee krijgen we weer de hele nieuwe jeugd, die dus nu op straat allemaal rondzwerft van 13, 14, krijgen we weer in het jongerencentrum. Waarbij het grappig is dat er weer verschillende jongeren met elkaar weer leren samenwerken. Die leren elkaar kennen en ze leren hun eigen talenten ontwikkelen. Ja, dat heeft zijn weerslag op de buurt. Daar zijn we mee begonnen voor 4 jaar terug, denk ik. Om ze verantwoordelijk te maken voor elkaar ook. Kijk, roep elkaar eens tot orde. Nou, ongekamd haar, een fles bier in mijn handen en ik ging daar gewoon tussen zitten en ik behandel ze dan ook op hun niveau, maar wel naar ze luisteren. En als je dingen belooft aan ze, moet je er ook 100% voor gaan, want dan moeten ze vertrouwen hebben. Ja, en dat is gewoon de samenwerking, luisteren naar elkaar, of het nou positief of negatief is. Ik heb altijd overal van geleerd de humor ervan in te zien, ook al is het nog zo negatief. Van, ik ga er echt voor, dus dat wordt vanzelf positief.